Papa Nicolai, ja, die eerste speeldag van het voetbal is daar. En dan moet je tegen de landskampioen, regerende landskampioen spelen. En je moet 3 basisspelers missen. Dat is ja, geen makkelijke opgave, denk ik dan. Nee. Ik had het heel graag anders gezien. Maar het is nu eenmaal zo. Elke wedstrijd moet je spelen. Het wedstrijdverloop, de eerste 10, 12 minuten, hebben we kunnen standhouden. Achteraf, na het eerste doelpunt en tweede doelpunt, vond ik dat alle gooi daar een oefenpartijke van gemaakt hebben. En wij hebben dat ook toegelaten. Ja. Je verliest uiteindelijk 1-8, maar daar lig je niet meteen wakker van, denk ik dan. Hè? Want het is het niet tegen dergelijke ploegen dat jullie de punten moeten pakken als promovendus zijnde. Ja, zo is het ook. De club heeft vooropgesteld na 2 eerdere promoties naar eerste om dit jaar een beetje nederiger te zijn en ze willen er graag in blijven en langzaam bouwen om een vaste waarde te worden in Eerst Nationaal. Dus wij gaan daar ook naartoe werken. Ik wil op het eind van het seizoen 2 ploegen achter mij laten om toch erin te blijven. Ja. Het is nu een ander verhaal in Eerste Nationale met de competitiehervorming. Wat vind je daar zelf van? Je bedoelt dat op het eind van het seizoen die play-offs bedoelt je? Ik vind het goed. Nu gaat iedere ploeg die bovenaan staat spelen voor de punten. En nu gaat dat niet zo zijn, want 2 jaar geleden is Houtalen zo afgevallen. Dat op het eind van het seizoen heeft Charleroi toen, of La Châtelineau, heeft toen de punten gegeven aan Brussel. Dat is jammer, dat is competitievervalsing. Zo zijn die jongens afgevallen, die jongens werken hard. Die jongens werken hard hier in Celtic Houthalen. Nu denk ik dat elke club die punten op het eind van het seizoen heel graag wil houden om zo uiteindelijk een betere puntenstal te hebben. Ja. Tot slot, hoe is het om terug te zijn bij de grote jongens, als ik het zo mag zeggen? Oh, slechte ervaring vandaag. Hè. Zwaar verloren. Anderzijds, ik zeg ook, ik heb vandaag, door het feit dat ik 3 gekwetsten heb, nummer 9 en nummer 10 heel veel moeten spelen. Ik had liever die jongens ietsjes later ingebracht in de competitie. Dat ze rijper waren, dat ik ze nog meer op de training had gezien. Dat ik, ziet je, zo werk ik normaal. Nu heb ik die jongens voor de leeuw moeten gooien. Ik ga echt die jongens niet bekritiseren vandaag. We gaan verder werken. En proberen die jongens dat niveau te halen. Anderzijds hebben we vandaag ook gezien dat het spelletje agressiever wordt gespeeld in eerste. Dat het spelletje ook meer mag van de scheidsrechter. Dat hebben wij vandaag ook niet gedaan. We hebben ook echt niet in duel geweest. Misschien zijn we daar heren in geweest. We hebben toch de wedstrijd verloren. Misschien zijn we heren geweest om zeker ook niemand te kwetsen van Hallegooik. En misschien ons eigen ook niet te kwetsen. Dus we hopen natuurlijk een korte termijn de spelers te recupereren die er nu vandaag niet bij waren. En dan de punten te pakken tegen die ploegen. Ja, vandaag was Hallegooik goed voor ons te sterk. Ja.